is Harmen de Wind. Nou, ik ben Harmen de Wind. Ik woon in Sneek. Ja. Samen met mijn vrouw. Twee kinderen. Een dochter van 13 en een zoon van 11. En waar ben je geboren? Ik ben in Voorburg geboren. In Voorburg? Ja, dat is een eindweg. Dat is een eindweg, ja. Ja. Vlakbij Den Haag. Ja. Ja. Ik hoor geen Haagse accent. Nee, maar ik heb ook zo'n beetje overal gewoond. Oké. Okay. Vertel maar, waar ben je? Eerste jaar, ik ben dus in Voorburg geboren, in het ziekenhuis. Ja. Toen woonden mijn ouders in Den Haag. Dus ik heb een jaar in Den Haag gewoond. Toen in Schoonhoven. Ja. Toen ben ik basisschoolleeftijd ongeveer naar Oud-Beijerland verhuisd, onder Rotterdam. Ja. En uiteindelijk rond mijn achtste naar Bolsward verhuisd. Oké. Dus toch wel in je jeugd in Bolsward en toen moest je hier naar school. Ik ben dus in Bolsward opgegroeid, zeg maar. Het belangrijkste deel van de jeugd, 8 tot 18. Ja. Ja. Ik heb in Sneek op het Boogman College gezeten. Ja. En toen naar Enschede gegaan. En daar heb ik informatica gestudeerd. Informatica? Ja. Kijk eens aan. Ja. En wat ben je toen gaan doen met die informatica? Uiteindelijk heb ik die studie om allerlei redenen niet afgemaakt. Ja. Een tijd werk gezocht, heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Ja. Onder andere op cultureel gebied in een jongerencentrum. Ja. En uiteindelijk toch in de ICT aan het werk gekomen. Ja. Begin jaren 90, opkomst van het internet. Ja, precies. Dus als websitebouwer begonnen. Ja. Ja. Uiteindelijk. In totaal zo'n 12 jaar in Enschede gewoond, gestudeerd, gewerkt. Ja. Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Een oud studiegenoot van mij die was aan ook een internetbedrijf begonnen. Oké. Okay. Die vroeg mij, heb je zin om in Amsterdam te komen? Ja. En dat samen te doen? Ja, ik was oorspronkelijk in het Westen geboren. En op een of andere manier trok dat wel. Dus, ja. Dat snap ik. Ja, nou in Amsterdam vrouw leren kennen. Ja. Kinderen gekregen. Ja, bij het tweede kind werd het huis te klein en een ander huis te duur. Ja, vooral in Amsterdam. Ja. Dat zijn nog dus prijzen per vierkante meter. Ja, dat was onbetaalbaar. Ja. We hebben nu twee keer zoveel huis voor de helft van het geld. Ja. Ja, dat is het voordeel van hier wonen. Dat is absoluut. Dus we zijn er op zoek gegaan en uiteindelijk teruggekomen naar Friesland, waar ik dus opgegroeid ben. Ja. En hoe vond je vrouw dat? Ja, die heeft een hele andere reis gemaakt, ook van het Westen Haarlem via Zuid-Limburg, ook weer naar Amsterdam. Ja. Naar haar keus voor Friesland. Zij ging liever naar Friesland dan naar Limburg. Terug naar Limburg. Oké. Okay. En die gedijt hier goed nu? Dat gaat prima, ja. En de kinderen ook? Ja, doen het allebei goed. We hebben het allemaal naar de zin. De oudste inmiddels tweede klas middelbare school. Ja. Maar je had je bedrijfje in Amsterdam nog, hè, met je vriend? Nou, nee, althans, uiteindelijk... Die samenwerking is... ben ik daar ook weer gestopt en bij een ander internetbedrijf terechtgekomen. Ja. Toen wij vanuit Amsterdam weer terug naar Friesland gingen, heb ik nog 4 jaar heen en weer gereisd. Dat is mij toen opgebroken. Ja, dat kan ik me voorstellen. En uiteindelijk heb ik ICT eigenlijk helemaal de rug toegekeerd en via wat omzwervingen in de politiek terechtgekomen. Ja, en dat maak je nu je fulltime bezigheid van? Nou, ik doe nog allerlei andere dingen daarnaast als vrijwilligerswerk. Ja. Maar ik heb er geen betaald werk naast. Oké. Okay. Oké. Okay. En de vraag die we eigenlijk altijd stellen, waarom in de politiek? Want je zat in de ICT, nou dan lijkt me toch dat daar is altijd wel weer genoeg in te doen, hè? In deze tijd. Is het niet het een, is het ander. Ja, je moet het ook maar leuk vinden. Ja, maar... ja, ik ben wel in de crisis thuis komen te zitten. Ja. Oké. Okay. Rond 2010, toen was het niet heel makkelijk. Nee. En ICT en Friesland is ook niet de meest ideale combinatie. En ik was inmiddels wat doorgegroeid. Niet meer als websitebouwer, maar meer in een leidinggevende functie. Ja. Ja,
was gewoon heel lastig om, om aan werk, werk dicht in de buurt te vinden. Ja. En heen en weer blijven rijden naar Amsterdam was geen optie. Dus, nee. Nou ja, eigenlijk deed ik ook al toen ik werkte ja, toch wel andere dingen daarnaast. Ik was bijvoorbeeld betrokken bij de ondernemingsraad van, ja. van het bedrijf waar ik werkte. Ja. Dus die medezeggenschap en het opkomen voor belangen van anderen, ja, dat zat er toen ook al in. Ja. Dat dus sprak je ook wel aan. Ja, dat ja. heeft mij altijd wel aangesproken. Ja. Op een of andere manier mensen helpen. Ja. En dan, ja. Maar dan blijf ik toch nog een beetje met de vraag zitten. Van, ik snap je stappen, en dat begrijp ik ook. En dat heen en weer rijden, en dat je zonder werk komt zitten. Maar op een gegeven moment komt er dus een tijdstip en een dag. Dat dan denk je van ja, wat nu? En dan neem je toch de stap om in die politiek echt actief te zijn. En nou, ik ben... dat lijkt van de afstand lijkt dat toch wel een hele stap, zeg maar. Ja, nou, ik was altijd al politiek geïnteresseerd. Ja. Ja, en op een bepaald moment kwam ik eigenlijk via mijn broer in contact met de afdeling van de SP in Zuidwest-Friesland. Ja. Via allerlei acties. Ja. Dat had in eerste instantie de sloop van de blauwe flat, bezuinigingen op het bibliotheekwerk, dat speelde allemaal ja. Rond 2012. Ja. Ja, dan raak je betrokken bij zo'n afdeling en ja. op een bepaald moment ja, komen er weer gemeenteraadsverkiezingen aan en dan wordt er ook eens gevraagd van ja, zijn er ook mensen die... Ja. Eventueel die raad willen. Ja, eventueel in ja. die raad willen. Ja. Nou, dat leek mij wel wat. En jullie hadden 0 zetels op dat moment? Ja, en kans op meer. Ja, ja. En landelijk zagen de prognoses toen goed uit, hè? Ja, ja dan en, was en... dat niet de belangrijkste drijfveer. Ja. Nee. Als, ja. maar... als ik er uiteindelijk op ja. de lijst had gestaan en er niet in was gekomen... Dat... Was het ook goed geweest? Nou ja, dan... Ja. Was het bij de volgende verkiezingen. Ja, ja. Maar we hadden goede kansen. Ja, ja precies. En je bent ja. raadslid geworden. Ja. Ja. Nou, dan hebben we altijd een mooie utopische vraag waarmee we zeg maar, naar het einde gaan van het gesprekje. En dat is, stel nou, morgen wordt de Republiek Zuidwest-Friesland uitgeroepen en jij wordt president. Jij mag 1 idee uitvoeren wat binnen deze raadsperiode valt. Het is een utopische vraag. Of het nou een republiek hoeft het niet te maken, maar je hoeft geen consensus te zoeken met andere fracties. Of met gewoon 1 idee waarvan je zegt, nou als ik dit nou zou mogen uitvoeren als raadslid, dan zou ik ja, goed gevoel bij hebben. Wat zou dat idee dan zijn? Als je 1 keuze moet maken. Dan zou ik mensen met de laagste inkomens er toch een aantal procenten bij geven. Ja. Okay. Zodat er, het in ieder geval niet meer nodig is om allerlei labmiddelen te gebruiken om kinderen in armoede nog net te kunnen laten sporten of wat dan ook. Maar dat iedereen net voldoende inkomen heeft om in ieder geval een normaal leven te kunnen leiden. Dat is mijn allereerste punt, belang. Ja. Gerealiseerd. Want inmiddels zijn er ook in onze gemeente al zeker 4200 huishoudens die op een minimum moeten leven. Ja. Ja, dat. Dat zijn er toch een hoop. Dat zijn er een hoop, ja. En dan heb ik het over huishoudens. Ja. Dus dan heb ik het over veel meer. Ja, dat kunnen er veel meer zijn. Ja. Dat kunnen gezinnen met kinderen zijn. Ja. Er honderden kinderen onder de armoedegrens, ook in onze gemeente. Ja. Die schoolreisjes niet kunnen betalen, feestjes. Ja, dat vind ik eigenlijk het... Ik dank je voor je toelichting. Dank je wel. Dank je wel. Okay.